Men zegt dat één mensenleven niet voldoende is om Rome echt te leren kennen. En na een tijdje in Rome te hebben gewoond, geloof ik ook wel dat dat klopt. Toch heb ik tijdens mijn verblijf daar ongelooflijk veel geleerd over deze stad. Wist je bijvoorbeeld dat Rome de stad is met de meeste Egyptische obelisken? Sommige zijn meer dan 30 meter hoog en wegen honderdduizenden kilo's. Ik vroeg me af, wat doen Egyptische obelisken in Rome? Dat heb ik uitgezocht. En in deze video neem ik je mee langs de eeuwenoude obelisken van Rome. Maar voor we dat doen, moeten we het eerst even hebben over wat deze raadselachtige stenen eigenlijk zijn. Als kind dacht ik dat het woord obelisk een woord was uit een magisch toverboek in een verdwenen taal. Maar in werkelijkheid is het gewoon een oud Grieks woord. Een verkleinwoord van obelos, wat naald betekent. Obelisk betekent dus eigenlijk kleine naald. Maar dat is niet het Egyptische woord voor deze kolossale monumenten. De Egyptenaren noemden ze tekhen. Ze werden gehouwen uit één massief stuk graniet. Maar wanneer de steen tijdens het uithakken beschadigd raakte, werden de werkzaamheden gestaakt en begon men helemaal opnieuw. Dat is ook wat hier gebeurd is, bij deze obelisk die nooit is afgemaakt in de Egyptische stad Aswan. De oudste obelisken dateren al van meer dan 2500 jaar voor het begin van onze jaartelling, net als de oudste Egyptische piramides. Waarschijnlijk symboliseren obelisken de stralen van de zon en daarmee de kracht van de Egyptische zonnegod Ra. Ze werden vaak in tweetallen neergezet voor hun heiligdom. De inscripties met hiërogliefen gaven aan welke farao de opdracht had gegeven tot het plaatsen van de obelisken en voor welke godheid het heiligdom was. En zo hebben talloze machtige farao's in de loop van 2000 jaar obelisken laten neerzetten. Totdat de Romeinen Egypte veroverden. In 31 voor Christus versloeg de Romeinse generaal Octavianus, de latere keizer Augustus, de marine van zijn grote rivaal Marcus Antonius en diens minnares Cleopatra. Zij was de laatste farao van Egypte. Na deze overwinning werd Egypte een provincie van het Romeinse Rijk. Uit alle veroverde delen van hun rijk namen de Romeinen souvenirs mee. Die werden vervolgens in Rome neergezet, zodat de stad als het ware een schaalmodel van het imperium werd. En zo kon iedereen zien dat Rome een echte wereldmacht was. En zo kwamen de Egyptische obelisken dus in Rome terecht. Maar hoe vervoerden de Romeinen deze kolossale monumenten? De Romeinen waren absolute meesters als het op logistiek aankwam. Voor het transport van de obelisken werden speciale schepen ontworpen, bemand door honderden roeiers. Er werden kanalen gegraven tussen de heiligdommen waar de obelisken stonden en de Nijl. Over de Nijl, de Middellandse Zee en de Tiber voer men dan naar Rome. Daar werden de obelisken op een speciaal platform door de stad getrokken en naar de plaats van bestemming gebracht. Met de obelisken versierden de keizers de openbare ruimte. Bijvoorbeeld hier op de spina van het Circus Maximus of als zonnewijzer van het Horologium Augusti. Er werden minstens 15 Egyptische obelisken naar Rome gehaald. Sommige keizers lieten in Egypte ook obelisken voor zichzelf namaken. Gewoon om te laten zien dat zij net zo machtig en belangrijk waren als de Egyptische farao's ooit waren geweest. En in zekere zin waren de Romeinse keizers ook de opvolgers van de farao's als nieuwe heersers over Egypte. En zo staan er tegenwoordig nog 13 in de stad. 8 Egyptische en 5 antieke Romeinse kopieën. Maar in de 5e eeuw raakte de stad Rome en het Romeinse Rijk in verval. De monumenten in de stad werden niet meer onderhouden en stortten in. Door overstromingen, aardverschuivingen en de ophoping van puin raakten bijna alle obelisken bedolven. Pas in de Renaissance, zo'n 1000 jaar later, begon Rome aan een voorzichtig herstel. Destijds waren de pausen heer en meester over Rome. Zij gaven de opdracht om antieke monumenten op te graven en een nieuwe bestemming te geven. Net als de ooit zo machtige Romeinse keizers zagen de pausen in die tijd de enorme symbolische waarde van de obelisken in. Ze werden gerestaureerd en vervolgens geplaatst op belangrijke pleinen en bij belangrijke kerken. Versierd met christelijke symboliek en nieuwe inscripties met de namen van de verantwoordelijke pausen. Neem bijvoorbeeld de Vaticaanse obelisk op het Sint-Pieterplein. Dat is de enige die altijd rechtop heeft gestaan. Hij werd gemaakt in 1300 voor Christus voor een onbekende farao en in 37 na Christus naar Rome gebracht in opdracht van keizer Caligula. Deze obelisk werd neergezet op de spina van het Circus van Nero, vlak buiten de stad. Dit zou later de plek zijn geweest waar de apostel Petrus werd gemarteld en geëxecuteerd. Dat is ook de reden waarom de Sint-Pieter hier gebouwd is, op zijn vermeende laatste rustplaats,
paus Sixtus V besloot in de 16e eeuw om deze obelisk te verplaatsen naar het midden van wat het gigantische plein voor de grootste kerk ter wereld zou worden. Deze klus werd toegewezen aan de architect Domenico Fontana, omdat hij voor de paus een schaalmodel had gebouwd van de constructie waarmee hij van plan was de obelisk op te tillen en weer neer te zetten. Hij liet de paus dit mechaniekje bedienen, die daardoor zo onder de indruk was dat hij de opdracht aan Fontana gaf. En zo werd met veel pijn en moeite maar liefst 1000 mannen, 47 hijskranen en nog eens 140 trekpaarden de obelisk op zijn huidige plek opgericht. Sixtus V en Domenico Fontana hadden hiermee hun reputatie voor de eeuwigheid verzekerd. En over eeuwige roem gesproken, tijdens de fascistische dictatuur van Benito Mussolini kreeg Rome er ook een nieuwe obelisk bij. Hij is niet gehouden uit één stuk graniet, maar van massief marmer. En er staan geen hiërogliefen in, maar Mussolini's naam en titel. Deze staat op het Foro Italico, waar in 1940 de Olympische Spelen gehouden zouden worden. Dit was een onderdeel van Mussolini's derde Rome, na het eerste Rome van de keizers en het tweede Rome van de pauzen. Maar daarover vertel ik meer in een andere video. Ook voor en na Mussolini's obelisk zijn overal in de wereld gedenknaalden opgetrokken ter herinnering aan historische personen of gebeurtenissen. Want in verschillende tijdperken hebben machthebbers obelisken gebruikt als statussymbool. Het maken, verplaatsen en weer neerzetten van zo'n metershoge massieve gedenknaald vereist gezag over ongelofelijke hoeveelheden mensen en middelen. Hoewel de culturele betekenis en de religieuze associaties door de tijd heen zijn veranderd, staan ze ook voor de menselijke behoefte aan symboliek en betekenis. En de onveranderlijke drang van heersers om grote dingen te maken en elkaar een beetje na te apen. En daarom durf ik wel te beweren dat de obelisk het ultieme symbool van macht is. Zeker in een stad als Rome. Dankjewel voor het kijken en abonneer je voor meer.